en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag is mijn eerste aflevering in de kast kijken bij. En vandaag gaan we in de kast kijken bij Lize. Hallo. En in deze serie gaan we dus in de kast kijken bij. En ga ik gewoon dingen vragen wat voor kledingstijl YouTubers hebben. En we gaan allemaal vragen beantwoorden. Dus heb je er zin in, geef alvast een dikke duim omhoog. En vergeet te abonneren op mijn kanaal en op Lize haar kanaal. En laten we beginnen. Voor Lize's schoenen eigenlijk allemaal. Yes. Zijn dit alle paar schoenen die je hebt? Ja, ik heb alles. Ik heb ervoor gekozen om alles in mijn kamer te hebben. Want de rest ligt allemaal beneden in een grote kast met iedereen zijn schoenen. En dat vind ik te veel chaos. Dus ik wil het gewoon even hier hebben. Oké, hoeveel paar zijn het? Goeie vraag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, en dat zijn pantoffels en onze dingen. Oké, dus 15 paar schoenen. Oh, ja, hier staan ze er ook nog. Oh ja, allemaal ja. Rechts ook nog schoenen. En wat zijn dan je duurste schoenen die je hebt? These ones. En mag ik dan vragen hoe duur dat is? Deze waren 250 euro. En ik heb ze misschien 3 keer aangehad. Maar dat is omdat ik ze gewoon heel erg clean wil houden. Kijk, ja. Ze zijn echt al een beetje vies. Heel gaaf met dit zo. Ja, de onderkant vooral. Het was voor het Chinese nieuwjaar zijn deze, heeft Nike deze gemaakt. Heel gaaf. Ja. Oké, okay, en heb je schoenen waarvan je eigenlijk een miskoop hebt, zodat je eigenlijk nooit draagt? Welke schoenen? Ja, best veel. Maar En welke schoenen zijn dan nou, het is misschien niet echt een miskoop, maar je doet ze gewoon niet zo snel aan. En welke schoenen dat zijn dan toch deze? Ja, ik snap wat je dat zijn minstens echt onspijtig. Ja, kijk, ze zijn heel leuk, maar ik doe dat gewoon niet zo snel aan. Zeg maar, ik weet dat als ik ze aan doe dat het super leuk is, dat ik echt serieus stof op. Maar ja, je doet dat gewoon niet zo snel aan, toch? Nee. Het is gewoon een ding om dat maar aan te doen. Ja. Oké, en wat is dan je goedkoopste schoenen? Welke schoenen is denk ik het goedkoopste wat je hebt gehaald? Dat zijn of deze van de Primark. Ik vind ze wel echt heel erg leuk. Ze zijn echt heel gaaf, ook in de wind, hè? Ja, precies. Ja. Mm-hmm. Jammer dat ze vies zijn. Of deze. Ik wilde die dus een tijdje, 2 jaar geleden wilde ik ze dus heel graag. Toen zag ik ze laatst in een sale. En toen waren ze echt maar 30 euro. Ik weet niet waarom. Oh, dat is echt niet waarom deze schoenen. Nee, precies. Maar ik heb ze uiteindelijk nog maar aangehad. Dus dat is wel een beetje jammer. Oh, dat is wel jammer. Ja. Heel leuk. Ja, ze staan nu maar een beetje voor de show. En welke schoenen zou je, als je 1 moest kiezen, welke zou je dan wegdoen? Ja, dat is dan toch wel deze. Die staan hieronder. Ik word ook niet in beeld gebracht. Ik moest ze eigenlijk al heel lang wegdoen. Het zijn mijn oude sportschoenen. Dat ga ik trouwens nu ook aan doen. Het slaat echt nergens omdat ik deze nog heb. Er zit letterlijk een gat in. Oké, okay, en welke schoenen heb je dan het allervaakst aan? Deze. Het zijn eigenlijk dezelfde schoenen, maar dan de ene zilver. Ja, die hebben we echt lekker. En de andere goud. Ze lopen ook inderdaad lekker. Ze kunnen overal bij. Ze zijn natuurlijk zwart, wit, goud, zilver. Dus, ja. Ik zie deze echt heel veel op je Intel, volgens mij. Ja, klopt. Ja, ik heb ze echt heel vaak aan. Oké. Okay. Oké, okay, Lize heeft dus een eigen kledingkast, maar ze hebben ook een soort van rekje ernaast staan. En daar hangen alle... Ja, eigenlijk mijn items waar ik gewoon altijd naar wil kijken, die dus niet achter deuren horen. Daar ben ik gewoon, het meest trots op eigenlijk. Daarom, dus die gaan we nu even laten zien. Tadaa. En dit is het dus. Waar ben je nou echt het allerblijst mee? Dat is denk ik wel deze. Dat is een jurkje van Sandro. En dat is echt, dat is mijn favoriete merk. En ik heb die gekocht. En ik heb hem 2 keer aangehad, maar dat is wel omdat ik hem gewoon echt bij bijzondere gelegenheden aandoe. Ik voel me echt een soort Alice in Wonderland als ik deze aandoe. Ja, ik vind hem echt heel gaaf. Ja. En deze heb je volgens mij ook met je eigen kleding bij. Ja, klopt. Ja, daar ben ik natuurlijk ook hartstikke trots op. Ja, ik vind hem ook echt heel gaaf. Kijk hoeveel glitter dit is. Ja, en dit is, ik vind dit echt zo fijn. Dit, ja, maar je kan het ook zo. Ja, het is echt, ik hou daarvan. Ja, het ziet er ook echt wel heel erg leuk uit. Thanks. Ja. En heb je nog echt een jurkje of zo die je echt standaard als je een leuk feestje hebt aandoet? Ik doe niet zo snel jurkjes aan eigenlijk. Ik heb heel vaak, dat zei ik net, van, ik voel me veel liever een soort van een broek en een shirt. Doe ik veel liever aan dan een jurkje. Maar ik had laatst dit jurkje aan en ik dacht van, hé, hey, die is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ja, en waar komen je kleren een beetje vandaan? Waar shop je eigenlijk het meest van? Sandro, zeg ik, dat was dus mijn favoriete merk. Dat is wel ietsje langer sparen. Maar daar ben ik wel, elke keer als ik dat koop, ben ik wel heel blij mee, zeg maar. Ja, dat is wel fijn. Als je tot iets spaart, dan Verder van Naked heb ik best veel. En Chiquelle, daar is dus dit jurkje ook van. Oh, dat is een jurkje? Ja. Alleen hij vangt een beetje vol stof. Maar wel heel gaaf. Thanks, ja. Ik heb nog niet aangehad. Kijk, zit er ook aan. Maar ik vind hem wel heel leuk. dit jurkje is trouwens ook wel grappig. Van de Forever 21. Ja, dit lijkt dus echt, als je deze dus aan hebt, lijkt het echt op een
het lijkt best een duur jurkje. Omdat je zo al dat glitter en al dat. Ja, hij was letterlijk 11 euro. Ik heb hem met kerst aangehad en ik vond hem super leuk. De achterkant ook best wel mooi. Ja, kijk, klopt. Hij is ook open. Het is echt een mooi jurkje, maar hij lijkt dus heel duur. Dat is echt totaal niet. Ik vond hem echt heel gaaf, ja, hoor. Ja, thanks. Echt heel leuk. Oké, waar heb je nou het allermeeste, heb je hier miskoop hangen? Dat je eigenlijk nee, hier niet. Dit red je ook echt heel clean en hier hangen echt gewoon... Nou ja, trouwens, dat is niet waar. Er hangt er wel eentje. Nou, het is geen miskoop, maar ik heb hem gewoon nooit aan. Dat is eigenlijk deze trui, die is een beetje geclaimd door mijn vriend en mijn broertje. Waardoor ik hem dus zelf nooit meer aandoe. Ja. En wat is het duurste item wat hier hangt? Dat is ook dit jurkje. Nee... Ja, eigenlijk is dat dus deze broek. Die was dus 250 euro. Het is een broek van Goldberg. Echt een heel fijn skimerk. Maar ik heb hem dus gekocht voor 80. Want hij was dus 60% korting en toen 40% korting. Dat was echt... Dus ik heb er niet voor betaald. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is echt een soort van flare broek. Maar dan in het kostie. Ski kleding is super long, maar Goldberg die zorgt echt... Ik vind dat echt geweldig. Ja, dat vind ik heel gaaf. Vind je er echt hele leuke dingen van. Thanks. Dus Oranje heeft eigenlijk ook nog een paar schoenen staan en tasjes. Kun je hier wat over vertellen aan ons? Dat ik ze eigenlijk nooit aan heb. Nee, deze heb ik dus gekocht omdat ik dacht van... Er gaat ooit een keer een dag zijn dat ik ergens mij naartoe word gevraagd naar een heel bijzonder bal. En dan kan ik dus deze schoentjes aan. Is nooit gebeurd. Ik heb ze één keer aangehad naar een bruiloft en dat was het. Oh, dat is zonde. Ja, deze vind ik wel heel erg leuk. Die heb ik soms ook best wel... Deze heb ik wel eens vaak aan. Ja, er zit ook gewoon serieus stof op, omdat ik ze dus eigenlijk nooit pak. Maar deze heb ik dus best wel vaak aan. Dit zijn wel mijn go-to hakken als ik hakken aan moet. Ja. Wat ik eigenlijk... Maar dit is volgens mij ook best wel chill hier met zo'n klopt, soort ja. sok aan. Behalve hiervoor. Hier, mijn tenen zijn dus best wel breed. En ja, dat is best wel naar. Ja. Ja, dus dat is wel een beetje fijn. Echt heel leuk. Thanks. Echt heel gaaf. En deze schoen, heb je deze soms aan? Nee, nooit. Ik krijg er zweetvoeten in. En, terwijl... Wel zo'n plastic, ik heb ze wel eens... Ik heb ze wel eens aan, maar dan denk ik wel van, oké, ik wil ze uit. Ja, oh ja. En deze tasjes? Ja, die zijn van Josephine. Vind ik wel heel leuk. En heb je deze ook vaak zit wel, om, nou, er zit aan? Wel stof. Zit wel stof op. Ik heb gewoon nooit zo vaak... Ik heb gewoon hier een paar tasjes. Die zijn meer zwart. Kijk, dit is best wel lastig. Dit is best een grote tas natuurlijk. Ja, best wel, ja. Ja. Het is wel handig hoor, het was wel lekker erin. Oké, we zijn dus nu voor de kast van Lise en het ziet er wel allemaal heel netjes uit. Fijn geordend, hè? Ja, heel, daar ben ik wel netjes. Echt van hoor. Heb je hier wat over te vertellen? Hangt het nog in bepaalde kleuren of heb je het gewoon nog elkaar? Ja, dus ik heb gewoon inderdaad wel een kleurenvolgorde aangehouden, want dat vind ik wel gewoon heel fijn. Het hangt zelfs ook nog op. Korte mouwen shirtjes, lange mouwen, dus het is en in kleur en in soort ingedeeld. Tenminste, ik probeer het in ieder geval. Zo, ja. Heel knap. Ja. Moet je om bij te houden is wel wat lastiger. En wat is dan hiervan denk je, wat je echt heel vaak draagt? Wat je echt, als je bijvoorbeeld een dagje thuis bent, echt snel pakt, wat zou je dan... Als ik thuis ben... Dan worden de onderste lui, jongens. Dan pak ik deze Hello Kitty trui. Dat en is echt mijn chill trui. Heb je deze gehaald? Heb je deze al lang? Ja, gekregen van Hello Kitty. Ja, ik denk. Dat is wel heel leuk. Ik heb er nog één. Echt? Hier, oh, wat grappig. Ja, het zit echt heel fijn. Hier leef ik wel een beetje in. Oh, wat leuk. En als je dan hier, wat heb je hier van het vaakste aan? Deze is. Omdat hij is zwart en wit. Dus je kan hem wel heel makkelijk aan. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ja. Maar dat is gewoon echt een simpel spijkerbroek. Ja, klopt. En het is klaar. Ook van Sandro. Ja. Heel leuk. Ja, denk je wel. En wat is waarvan, heb je hier ook nog een miskoop hangen wat je eigenlijk niet zo vaak aan hebt, maar wel erin bent eigenlijk? Ja, dat dus is... Dus dit is dus echt je miskoop. Ja. Dat je eigenlijk niet zo vaak aan. Ik heb hem wel een tijdje aangehad, maar nu denk ik eigenlijk wel van... Hij kan eigenlijk wel weg. Ik vind Guess wel een beetje trashy. Ja, hij kan eigenlijk wel weg. En verder heb je nog iets, wat is hier van het duurste denk je dat hier hangt? Het duurste in mijn kast is denk ik... Oké, dus dit zijn de twee duurste aankopen in ja, je kast. Denk ik wel. En hoe duur praten we erover? Deze was volgens mij 200, ik heb die in Amerika gekocht, dus ik weet niet meer precies, 200, 250 zoiets. Oké, en deze? Deze volgens mij 150 of 200. Denk, zo, dat dacht ik echt hoor. En wat is dan echt je goedkoopste outfit? Wat heb je echt voor echt een prikkie gehaald? Goeie vraag. Oké, dus je goedkoopste outfit, nou zeg maar shirtje. Dat is deze, want die is van mijn moeder.
Maar ik heb nu mijn kast hangen. Oh, ik vind het wel heel leuk. Dat is echt wel de laatste echt in, hè? Nou, ik had dus nooit panter aan en ik deed het aan en ik denk van holy shit. Dus ik ga zelf ook wel even op zoek naar een panterblouse. Ja, ik vind het echt heel leuk. Zou ik deze dan dat van jou overhand zo hangen weer tussen? Ja, dat gaat helemaal mis. Ja. Tweede deel van de kast en hier liggen Lies' broeken. Je hebt best wel veel broeken. Hoeveel zijn het er? Goeie vraag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 broeken en liggen er ook nog allemaal naast rokjes als ik het goed heb? Ja, klopt. Ja. En wat is nou echt je favoriete broek die je echt vaak aan hebt? Ik denk een spijkerbroek. Oh, this one. Ik hou ook echt van zwarte spijkerbroeken. Ja, en haal je echt verschillende broeken of is het echt meestal spijkerbroeken wat je haalt? Of heb je ook allemaal verschillende printjes? Nou ja, dat is dus een beetje het probleem. Ik heb inderdaad heel veel verschillende broeken, heel verschillende printjes, maar ik doe het ook gewoon weer niet aan. Nee, maar dat is best wel lastig combineren. Ja, maar ik denk van altijd van, dan zie ik het hangen en denk ik, oh, is dat echt zo leuk op dat model of op die paspop. En zelf kom je thuis en ja, waar ga ik erbij aan doen? Ja, echt. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, hè. En heb je ook broeken dat je denkt van, oh, dat is echt een hele dure broek of dat is echt een heel groot merk eigenlijk? Ik denk dat, eigenlijk niet. Dus deze is van Levi's die ik nu aan heb, die spijker nog. Deze liggen van Nicky. Die weet echt niet wat die kost. Maar daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, maar dat is ook echt heel lekker. Zo. Ja, ik heb deze heb je ook in het Nick en Nick dan. Dat heb ik voor de klein. Maar die is echt heel leuk. Ja, die is echt heel fijn inderdaad. Ja, dat is wel echt heel leuk. Oké, dan hebben we nu in de kledingkast gekeken bij Lise. En we hebben haar eigenlijk haar rekje gezien en haar schoenen test. Hopelijk vonden jullie het leuk en hebben jullie een beetje inspiratie misschien wel opgedaan. En vind jij een beetje als je leuk kleding hebt of zou je echt anders stellen? Ja, ik heb me wel echt weer een beetje tot het inzicht gebracht van ik moet gewoon meer gaan combineren en meer aandoen dan gewoon de basisdingen die ik altijd aandoen. Ja, dat vind ik wel leuk om te horen. Nou, hopelijk vonden jullie deze video ook heel erg leuk. Vergeet een dikke duim omhoog te doen, te abonneren en op het YouTube kanaal van Lise natuurlijk. Linkje staat hier in de beschrijving en we hebben op haar YouTube kanaal ook een video opgenomen. Dus wil je dat zien, dan komt hij denk ik binnenkort wel online. Ja. Gewoon even in de gaten houden. En tot de volgende keer. Doei! Doei!